Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 14. Goedemorgen allemaal, het is vandaag weer de 14e dag. Ik ben aangekleed helemaal en ik sta op het punt om naar school te gaan. Mijn rugtas is ingepakt. Ik heb dit lekker warme wollige vest aan. Blauwe broek, deze hakschoenen. Vond ik wel weer eens leuk om te doen. Maar ik sta op het punt om naar school te gaan. Ik ben helemaal klaar. Ik ga even gaan nog wat brood pakken en wat drinken pakken. En dan ga ik naar school. Tot 5 uur als het goed is. Ik vandaag best een hele lange dag. Dus ja, we gaan het zien. Hoe lang en hoe leuk deze dag gaat worden. Ik probeer vandaag natuurlijk zoals altijd weer wat te filmen. Ik hoop dat het gaat lukken. En anders zie ik jullie gewoon vanmiddag. Ik hoop wel dat het gaat lukken hoor. Maar we gaan het allemaal zien. Maar ik heb nu nog 10 minuten. Dus ik moet een beetje opschieten. Goedemorgen allemaal. Ja hoor, dat meen je toch niet. Ik sta nu gewoon echt even buiten op de bus te wachten. En dan gaat het keihard regenen. En hagelen. Gloeiende. Waarom? Oh. Nou, we hopen dat de bus heel snel komt. Want het is echt niet leuk. Het regent gewoon echt fucking hard. Jeetje. Dat is niet mijn bus trouwens hoor. Oh. Het is echt niet leuk. Ik sta net buiten, kom op, wacht even met regenen. Ah. Daar zijn we weer. 14. Dag 14 van de adventkalender. Loopt u even mee. Alsjeblieft. Hallo, George Clooney. Ik verdien een Oscar. Ja. Dan ga ik heel verbaasd kijken. Acteerwerk. Ja. Man, hoogste niveau. Don't go far ahead. It's hidden behind Tommy's. Mand. Maar dat rijmt niet, hè? Weer niet. Bed. Joh. Het is een cadeautje! Ja! Het is een cadeautje! Gaat hij bij? Het is een cadeautje! Even kijken. Wat zit erin? Nee, geen eten! Wat erin? Ik krijg gewoon gedurende een hele maand een nieuwe kledingkast. Ja, ik kan het weggooien. Eén t-shirt. Nou, tweede t-shirt. Goed. Klein probleempje. Ik kwam er dus achter via dat de vlog van gisteren vaststaat. Hij wil niet online. Tenminste, hij staat online, maar hij openbaart zich niet. Ik weet niet hoe het komt. Er is geen... hoe noem je dat? Er is in ieder geval niet iets aanwezig waardoor YouTube hem van YouTube aftrekt. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Alles is gewoon netjes en klopt allemaal. Er is geen gevloek. Ook dat mag natuurlijk tegenwoordig niet meer in. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik hoop dat ik er nog iets aan kan veranderen vanavond. En anders moet ik hem helaas verlaten. Ik heb hem net ook opnieuw geüpload, maar dat doet hij ook niet. Hij reageert er gewoon totaal niet op. Dus ja, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval wel deze vlog editen vanavond. En ja, het is eigenlijk hoe het einde. Ik heb geen zin om het te eindigen, maar ik moet het wel doen. Ik kan niet eeuwig doorgaan met deze vlog. Ik moet hem ook editen natuurlijk. Maar in ieder geval wil ik jullie wel bedanken voor het kijken. Ik ga er alles aan proberen te doen om deze video alsnog nog online te krijgen. De vorige video. Laten we hopen dat hij het gewoon doet. En... ja, anders missen we er één. Maar de vlog heet ook Rustige Vlogmasdag. Dat betekent ook dat er gewoon geen moers gebeurt gisteren. Echt helemaal niks. Dus heel veel zullen jullie niet missen. Maar ik probeer mijn best om toch online te gooien. Om te krijgen, laat ik het zo zeggen. Want hij staat online. Oh, waarom? Maar ja, ik bedank jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje natuurlijk omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen alweer bij 15. Jeetje. Tot morgen bij dag 15.